Goedenavond kijkers, welkom bij een nieuwe uitzending van Switch. Mijn naam is Sahina Mourijan. Vandaag val ik dus even in voor mijn collega Chantal. Maar geen nood, vandaag maken we het ook gewoon gezellig met onze gasten. En ja, wie hebben we als eerst? Ja, Sonneman. Sonneman, hoe gaat het met je? Rustig, goed. Ik doe mijn best met jou. Goed, goed, goed. Heb je ook een beetje zon voor me gebracht vandaag? Ja, je zit toch buiten. Het is gestopt met regenen. Dus ja, geweldig. Oké, Sonneman, vertel. Waarom ben je vandaag hier in de studio? Ja, ik ben hier om twee evenementen te promoten, bekend te laten worden. Mm-hmm. Bekender mm-hmm. te laten worden. En dat zijn de shows van Ghetto Crew in Ikeri en Monion Bordo Live in Ikeri ook. Ghetto Crew in Ikeri, dus de Belleki Bekketje boys. Ja man, Ikeri wil ook een beetje dansen, losgaan op die Belleki Bekketje. Dus we brengen de boys zelf naar Ikeri, zodat de mensen van Ikeri ook live kunnen genieten van Ghetto Crew. Oké, okay. Dus als ik het goed begreep, is het dus die jongens van de Ghetto Crew en Bordeaux. Ja, Bordeaux is wel één van de maand. Oké. Okay. Dus op 29 juni hebben we Bordeaux in Ikeri. Mm-hmm. En 8 juni, dus aanstaande zaterdag, hebben we Ghetto Crew Life in Ikeri. Okay. Ook samen met de EFT van de Paramaribo. Yeah. Is een nieuwe formatie, mm-hmm. vier jongens. We gaan ze ook promoten in Ikeri. Oké, dan gaan we even praten over die van 8 juni. Ja. Wat kunnen die mensen van Ikeri verwachten? Laat me gelijk erbij zetten dat ik het niet alleen doe. Ik doe het samen met Insane Creations. En wat de mensen kunnen verwachten is dat we gewoon los gaan in Ikeri, man. Ja, lekker los. Mensen kunnen gaan genieten van alle old school pokus van Ghetto Crew zelf. De Soedati. Soedati. Hoe die andere weer? Atukum Peleng. Atukum Peleng. Ja, al die pokus van Ghetto Crew van de jaren 90, 2000. We gaan alles gewoon daar in Ikeri live doen. Ik denk dat het ook de eerste keer is dat Ghetto Crew helemaal aan Ikeri gaat. Mm-hmm. Ja. Oké, okay. In Ikeri, maar waar precies van Ikeri? Waar wordt het gehouden? Het wordt gehouden in Grand Café Chillout. Dat is mm-hmm. vlak aan de linkerkant van de centrale markt. Gelijk in het centrum zelf van Ikeri. Dus hartje centrum. Hartje centrum, dus je gaat het sowieso niet missen. Mm-hmm. Ja. Oké, moeten ze betalen als ze de jongens van de Ghetto Crew willen zien? Of is het gratis? Ja. Sowieso, je mag de jongens wel buiten gratis meemaken als we even aan de markt gaan voor de Dawet. Of je weet voor Bakabana. Voor Bakabana, vooral, je weet het, zaterdagochtend, zondagochtend. Maar in Grand Café Chillout, daarvoor ga je sowieso een kaart moeten kopen, dat kost 40 SAD. De mensen kunnen de kaarten gaan halen bij Nancy Land. Iedereen weet waar Nancy Land is. Mm-hmm. En ook op de nummers, op de flyers op social media kan je de nummers zien. Daarop kan je bellen. Vragen voor de VIP-informatie. Ik kan zeggen dat de VIP's zijn bijna uitverkocht. Er zijn nog twee of één plek over mm-hmm. voor de mensen die VIP. Ja, VIP. Oké, op welk nummer kunnen ze dan bellen? Mag ik even spreken? Ja. Het staat er aangegeven op de flyer. Mijn nummer is 810-4077. En jij bent Sonneman, ja, toch? Ja, dat is het nummer van Mr. Sonneman. Kan je het nog een keer herhalen? 810-4077, dat is mijn nummer. Ja? Maar op social media kunnen de mensen de flyer ook zien en daarop staan de nummers aangegeven. Okay. Ik geef jullie gelijk het tweede nummer door en dat is 895-5773. En dat is van meneer Rajiv Badal, of DJ Insane in Ikeri, die ook voor dit spektakel zal zorgen. Oké, okay. Dus op twee nummers kunnen ze jullie bereiken voor de VIP-kaarten, niet voor de normale kaarten, voor de VIP-kaarten. Ook voor de normale kaarten, als je zegt van je wilt reserveren, want de kaarten zijn al bijna uitverkocht. Ja. Maar één kan je nog twee kaarten voor me houden, of drie kunnen de mensen bellen. Ik zal het nummer nog voor de zekerheid doorgeven, ja, want de mensen kunnen ons ook daarvoor bellen voor de show van Money on Bordo. Mm-hmm. Dus nog een keer, het nummer van Rajiv Badal is 895-5773 en van Mr. Sonneman is 810-4077. Daarop kunnen jullie bellen voor al jullie VIP-informatie of whatever voor beide shows. Oké, prima. Dus dat is duidelijk. Dat is duidelijk, ja. Oké, als ik naar binnen wil gaan, behalve dat ik mijn kaartje koop, hoe oud moet ik zijn? Is het voor iedereen? Nee, het is een 18-plus evenement, want we zijn in een club. Er gaat alcohol verkocht worden, dus je weet toch. 18 plus, dan pas ben je volwassen. Ja. Dus het is een 18 plus event. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dan Sonneman, mag jij die mensen, de mic is yours, jij mag ze oproepen? Ja, sowieso wil ik iedereen oproepen. De mensen van Ikeri, Wageningen, Koroni. Zorg ervoor dat je dit niet mist, want de eerste keer van Ghetto Crew live in Ikeri. Nu hebben ze een hit, Belleki Bekketje. Binnenkort komt ook een nieuwe dans van hen uit.
Dus blijf de boys ook volgen. We zijn in Nikeri in Grand Café Chillout. Vlak naast de Nikeriaanse markt in het centrum. En vergeet niet, 29 juni zijn we weer in Nikeri. Maar dan met Money Hunt Bordeaux. En dan zullen we ook een paar donaties doen aan een bepaalde kinderthuizen. En een paar ook mensen die het goed werk doen daar. Zo. Yeah. Dus we checken ons, Mr. Sonneman en Insane Creations in Nikeri. Want binnenkort gaan we alleen maar grote evenementen daar geven. En kan je ook je Facebookpagina doorgeven, want dan kunnen ze je ook daarop volgen? Ja, mensen kunnen me volgen op social media, Instagram, Snapchat, op de naam van Mr. Zonneman, vast aan elkaar. Mr. Zonneman en ook van Insane Creations op Facebook, Insane Creations. En nog een keer, waar wordt het gehouden? In Grand Café Chillout, Nikeri, vlak naast de markt. Oké, mensen, jullie hebben het gehoord. Zaterdag gaan we met z'n allen naar Nikeri, want we gaan de jongens van Ghetto Crew natuurlijk poweren. Het wordt in Grand Café Chillout gehouden. Hoe laat moeten ze daar zijn? Acht uur moeten ze al daar zijn, man. Oh. Wat druk. Ja, 8 uur moeten jullie al daar zijn, want het gaat bossen, mensen. En een kaartje kost 40 SRD. En jullie kunnen hem natuurlijk volgen op Facebook. En natuurlijk bellen voor de kaartjes of bij Nancy's Lens. Ja, Nancy's Lens. Oké. Ja, jullie hebben het gehoord, dus dan zien we jullie zaterdag in Nikeri. En 29 juni, dan is Bordeaux daar, oftewel Money Hunt. En Money Dagu. Oké, ja, is goed. We gaan nu dan naar onze reclamebreak. Zo, daarnet hebben we gekeken naar twee videoclips van onze, Surinamers waar we trots op mogen zijn, de jongens van de Ghetto Crew, dus die gaan zaterdag, ze zijn zaterdag in Nikeri. En we hebben ook gekeken naar de clip van Asghar, of ook wel de jongen van de kerk. Nu gaan we over naar de film. Animation. Dance. Adventure and science fiction. Horror. Comedy. Action. DBL Cinemas. A mind-blowing experience. Zo, iedereen kent de film X-Men. En Dark Phoenix komt dus uit. En waarover gaat Dark Phoenix eigenlijk? Het gaat eigenlijk om Jane. Jane vertoont als het ware ongelofelijke zwarte krachten. Ze verandert als het ware in de bad guy. En nu gaat de X-Men eigenlijk moeten beslissen van, wat gaan we doen? Gaan we één teamlid redden of gaan we de rest van de wereld redden? Check onze trailer. We're doing space missions now. Cool. We get the astronauts, we bring them home. Go. The heat signature's rising fast. We gotta get out of here. Where's Jean? Where is she? Jean! She should be dead. Did you hear what the kids are calling you? Phoenix. Hello, Jean. Who are you? The better question is, who are you? Something's happening to me. When I lose control, bad things happen. But it feels good. That power destroyed everything it ever came into contact with. Until you. The X-Men fear you. And what they fear. We seek to destroy. She'll kill us all. The girl dies. She's still our friend. She's not Jean anymore. Are you threatening me? That's right. That would be a bad idea. DBL Cinemas, a mind-blowing experience. So that is a fat boy from nowhere. Get to be a soul man.
gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be. I'm thinking of changing my name to Elton. But that's my name. Yeah, I know. You can be the best-selling artist in America if you desire. I was trying to do something bold. Why are you still something flashy? Can you even play the piano in those? Let them know who you are. And just don't kill yourself with drugs. So how does it feel to be a star? It's never gonna last. Let's just enjoy it while we can. First sleeping arrangements, kiddo. All of this is gone. I just hope you realize you're choosing a life of being alone forever. Don't you want to just sing without this ridiculous paraphernalia? People don't pay to see Reg Dwight. They pay to see Elton John. Sorry. Penny. Care how much pressure I'm under. Not really. I'll still be collecting my 20% long after you've killed yourself. Maybe I should have tried to be more ordinary. You were never ordinary. DBL Cinemas, a mind-blowing experience. We hebben mogen kijken naar de film, of ja, de trailers Dark Phoenix en Rocketman. En Rocketman gaat eigenlijk over het waargebeurd verhaal van Elton John. Elton John besloot als kleine jongen te gaan naar een beroemde conservatorium genaamd Royal Academy of Music. Waar hij vervolgens dus samenwerkt met nog iemand. En zo uitgroeit tot een wereldberoemde superstar. Oké, nu gaan we dus over naar de trekking. De trekking van de vorige vraag. En onze vraag was, het ging over de film A Dog's Journey. En de prijsvraag was, hoe heet de hond die steeds reïncarneert? En het juiste antwoord is dus Bailey. Een heleboel mensen hebben natuurlijk gemaild, een message gestuurd op Facebook. En we gaan vandaag een winnaar eruit trekken. Let me see wie de gelukkige winnaar is. Of wordt. En dat wordt. Laat maar even kijken hoor. Oké. De gelukkige winnaar is Arfa Kodabax. Arfa Kodabax, jij hebt ook het juiste antwoord geraden, of ja, het juiste antwoord naar ons toegestuurd. Het antwoord was dus Bailey. Nog een keer, Arfa Kodabax. Arfa Kodabax, jij mag dus je 2 DBL-kaarten bij ons komen ophalen hier op kantoor. En dat mag vanaf maandag om 9 uur. Gaan we over naar de volgende prijsvraag. Dat is dus de prijsvraag van deze week. We hebben net naar de trailer gekeken van Rocketman. Dus de prijsvraag van deze week gaat dus daarover. En dat luidt als volgt. Wat is de officiële voornaam of roepnaam van Elton John? Nogmaals, wat is de officiële voornaam of de roepnaam van Elton John? Als je het juiste antwoord kent, mag je die dus mailen naar switch@ebcsuriname.com. Of we hebben ook onze Facebookpagina. Dan stuur je ons gewoon aan dat slideje in onze DM. En dan stuur je het juiste antwoord. Nog een keer de winnaar van de vorige week. Dus de vraag was, hoe heet de hond die steeds reïncarneert? Dat was van de film A Dog's Journey. En de gelukkige winnaar is Arfa Kodabax. Arfa Kodabax heeft dus 2 TBL-kaarten gewonnen. En die mag je ophalen vanaf maandag bij ABC aan de Meestraat nummer 57 vanaf maandag om 9 uur. En onze TBL prijsvraag van deze week is dus, wat is de officiële voornaam of roepnaam van Elton John? Als je het juiste antwoord kent, kan je gewoon mailen naar switch@ebcsuriname.com of mag je ons een mailtje sturen of een berichtje op Facebook. switch@facebook. We hadden dus eigenlijk nog 3 gasten.
was zouden dus de mensen krijgen van Girls Trip, Lucinda's Doc, maar ze zijn er nog niet. En ook de mensen van Youth Voice zouden we ook gewoon krijgen. We hebben dus wel een beetje gewacht, maar ze zijn er nog niet, dus helaas. Dus ja, we gaan dus over naar de clip en laten we kijken of ze nog komen. Dus dat, we wachten nog even. We gaan dus over naar de volgende clip. Zo, en daarnet hebben we dus weer gekeken naar twee Surinaamse clips van onze echte Sranang Boys. En ik mag ook gewoon zeggen dat we trots op ze mogen zijn, want als ik dus zo kijk, gaan die clips ook gewoon allemaal vooruit. En laten we onze Surinamers, onze artiesten gewoon blijven supporten. Niet alleen van het buitenland, maar laten we ook gewoon waarderen wat we hier in huis hebben. Ja, helaas zijn de andere gasten dus niet komen opdagen. Maar dus dan ga ik dan moeten afsluiten. Ik herhaal dus nog een keer de prijsvraag voor deze week. Wat is de officiële voornaam of roepnaam van Elton John? En het gaat natuurlijk om de film Rocketman. Dit antwoord kunnen jullie dus mailen naar switch@ebcsuriname.com of een berichtje sturen op onze Facebookpagina Switch. Ja. En meneer Sonneman, dus die was er. Hij heeft dus verteld over de jongens van de Ghetto Crew, de Beleki Bekentje Boys, of ook wel de Atuku Pelling of de Soedati Boys. Zij gaan dus een geweldige show daar geven in Nikkeri. Een kaartje kost 40 SRD. En jullie heeft de nummers dus doorgegeven waarop jullie hem kunnen bereiken. Ik zou zeggen, ga jullie, laten we onze boys supporten en dat we het. Ja, dat het een leuk weekend wordt daar in Nikkeri. Ik ga dus afsluiten op deze regenachtige donderdag. Mensen, rijden jullie voorzichtig in het verkeer. Houden jullie ook een beetje rekening met onze voetgangers natuurlijk. Want soms zitten wij gewoon in de auto, maar daar houden we geen rekening. Want dan rijden we te hard en dan maken we ze nat. Dus houden jullie ook gewoon rekening met de voetgangers en ook met de bromfietsers. Zo met morgen is het weekend. Ik wens jullie ook een heel goed weekend en tot de volgende week. Doei doei!